ik weet niet of het u nog kunnen herinneren, maar zo'n anderhalve maand geleden, de open dag bij ons bestipt. Ja, was dat ook een fantastische dag. En de opkomst letterlijk niet normaal, want ja, de volledige straat was letterlijk afgesloten. Ik had die dag ook een hele leuke winactie. Het fabrieksnieuw maken van andermans auto. Dit keer niet onze eigen auto's dan, of in dit geval jouw auto. De winnaar was een hele prettige jongeman met een Mercedes C350. Inmiddels is die auto klaar en die gaan wij vandaag afleveren. Dus ik ben ook heel benieuwd naar zijn reactie. En hou er tevens ook rekening mee, want dit is natuurlijk het weekend van Black Friday. Dus wil je nog een bestelling plaatsen met 30% korting? Ga dan bij ons naar de site en voer ook kortingscode 30 in. En je loopt nog steeds het risico dat je ook de winnaar wordt van de Audi RS6. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, hallo. Oh, kijk eens aan. Ja. We worden flink verrast hier. Hoi, welkom. Hoi. Mag wel zo eventjes. Ik ben Rick, aangenaam. Hé, hey, dankjewel. Ja, geen dat is wel een... Voor de vrijdagmiddagborrel. Dat is wel echt een fix, hè? Dankjewel nogmaals. Zullen we even kijken bij de auto? Ja, graag. Want je kwam met een mooie auto aan, alleen de bodem. Ja, daar zaten nog wel wat kantelpunten aan. Dat is echt wel een heel verschil. En die is volledig aangepakt. Alles is schoongemaakt, gepolijst. Ophanging voor hebben we wel nog helemaal uit elkaar gehaald, want daar mankeerde eigenlijk meer aan. Een auto met ruim 100.000 kilometer. Mm-hmm. Ja, echt mooi. Echt een verschil. En hiervoor, eens kijken. Ophanging is eigenlijk gewoon helemaal nieuw. Ja, echt. Uitlaatsysteem inderdaad. Al het hang- en sluitwerk. Kunststof kappen, allemaal schoongemaakt. En uiteraard, overal zit de welbekende 2K-coating op. Dus als je nou door de regen gaat rijden, dan is hij gewoon beschermd. Dat geldt natuurlijk ook voor deze kant. Ja, echt een verschil. Ja, en vooral van buiten. Ik had het hier achter. Die klauwen bijvoorbeeld en die schijven die waren heel erg verroest, zie je dat? Oh ja. Dat is gewoon helemaal nieuw. Dat hebben we helemaal uit elkaar gehaald, gestraald, gecoat, gespoten. Maar die velg ook, die klink ook helemaal. Echt goed uit. Ja, dat is bizar, hè? Ja, echt. Voor een auto van die leeftijd. Ga je hem nou nog ooit wegdoen of wil je hem nou voorlopig toch wel even blijven rijden? Ja, rustig aan rijden. Rustig aan, met droog weer. Ja, droog weer. En als je moet remmen, een anker uit de kofferbak gooien. Ja. Anders wordt de velgen vies. Ja. Toch? Dat is eigenlijk wel het beste. Zal ik hem even laten zakken? Ja. Want jouw stuurtje was ook kaal. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb er al van alles aan geprobeerd, maar ik kreeg hem niet. Nou is hij nieuw in ieder geval. Maar die leek wel een beetje afgeklopt. Ja, ik weet niet. Die was gewoon, er zaten allemaal gaatjes in of zo. Heel raar. Ja, ik heb geen idee. Ik denk de vorige eigenaar. Want dat was al toen je hem kocht? Ja, dat was al. Bas? Ik pas hier dus niet doorheen, dus Bas heeft hem hier ook neergezet. Kijk, zie je? Nou, hier gaat meneer Verstappen dus nooit in passen. Even kijken, Bas. Wil je dat nou maar eens voelen? Ja, echt een heel verschil, echt. Hè? Een heel verschil. Ja, nou is hij gewoon weer nieuw, hè? Ja. Ook mooi die vezels weer, hoor je het ook? Ja, dat hoor je het ook. Ja, je hoort het, ja, hè? Ja, echt. Ja. Ja, dat is gewoon, zoals hij hoort te zijn. Ja. Ik vind het in de basis echt een mooie auto. Hmm. Grote complimenten, want dat heb ik aan het begin ook al gezegd. Ja, ja. Dus even kijken, waar heeft hij precies gelopen? 130 volgens mij. Ja. 16.09.2021, bijna 131.000 kilometer. Hmm. Ja, echt. Hier ook echt netjes uit. Hoe vind je het nou om je auto zo uiteindelijk dan weer terug te krijgen en dat je het eigenlijk gewonnen hebt mooi. Ook? Ja, echt. Ga er eens even in zitten. Eens voelen dit, hè? Dus... Ja, dat is echt een hoge schil. Ja, hij blinkt wel, hè? Vind je niet, Mark? Hij is wel koud.
aangaan. Ja, is dat jouw ding? Is het een beetje naar je zin? Ja, helemaal. Echt mooi. Dank Goed je wel. Zo. Ik wil je ook hartelijk danken voor jouw deelname. Ja, geen dank. Het vertrouwen, de blijdschap rondom ons bedrijf. Ja. En een leuk presentje wat je voor ons hebt meegenomen. Of althans voor de rest die wel lekker van een pilsje houden. Ja, zeker, zeker. Ja. En dan kan hij bij jou de garage in, want hij staat wel binnen, toch? Ja, staat al binnen, ja, dat klopt. Ja, dat dacht ik wel. Nou ja, als dit alle bestellingen zijn van boven de 100 euro, dan, dan ga ik ook maar een bestelling plaatsen, denk ik. Jij niet, hè? Dat moet ik allemaal inpakken. Ja, daarom. Nee, maar goed, hij was hartstikke blij met zijn auto natuurlijk, want daar ging het over vandaag. Dus dat is weer een project wat afgerond is en wellicht dat we volgend jaar nog wel een keer zo'n actie doen. Maar daar ga ik nog even heel goed over nadenken, want het kost natuurlijk ook allemaal bakken met tijd. Eigenlijk nog praktisch een week te gaan tot de uitreiking van de Audi RS6. Dus ik ga het nog eenmalig zeggen, wil je kans maken op die fantastische auto? En wellicht kun je een combinatie maken door nu ook de kortingscode 30 in te voeren. Waardoor dat je dus heel veel producten thuis krijgt voor heel weinig geld, in verband met Black Friday natuurlijk. En hou er dan ook rekening mee als je bestelling alsnog boven de 100 euro is. Ja, dan ga je dus mee in onze ton. En dan maak je dus kans op de RS6.